Ik weet niet of dit de bedoeling is trouwens. Knol Power! Hallo dames en heren, super tof dat jullie kijken naar een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Enzo Knol en vandaag is de dag dat ik ga beginnen met mijn studio hier op te ruimen. Er liggen nog allemaal stukjes staart. Het ruikt hier ook naar zure room. En ik kan jullie vertellen, dat is echt heel ranzig. De bureaustoel hier zit ook helemaal nog onder de slagroom. Dit is echt niet nice. Dit is echt niet nice. Maar hey, wie troep maakt moet het opruimen. Dus dat is wat ik nu het eerste ga doen. Hey Basie! Wat zo, goed? Bro? Ja, lekker man. Gefeliciteerd hè? Hey, dankjewel man. Lekker man. Yeah. 2 miljoen! Ik heb gewoon gekeken gisteren, het was een dikke livestream hoor. Ja, livestream was leuk toch? Ja, ik heb ook echt ontzettend naar mijn zin gehad. Ja. En voor iedereen die kwam kijken met een livestream, shout-out naar jullie, was echt heel erg gezellig. En niet normaal joh, gewoon 42.500 kijkers live. Dat is veel hoor. Dat was echt niet normaal. Ik heb net alles gedwelmd. Ja, het is schoon ja. Ja, want het stonk naar zure room jongen. Het was echt ranzig. Oh, taart of niet? Ja. Sukkel. Ik al een stukje. Hoor. Dus ik heb hier alles helemaal gedweld. Het glinstert helemaal. Maar we blijven hier niet lang, mensen. We gaan weg. Wow. Oh, hij is mooi. Hij past niet in je verkeer. Nee. Ja, normaal gesproken, dames en heren, staat hier aan de voorkant staat het Jeep logo. Maar die heb ik eraf gehaald. Of tenminste, ik niet, maar Dominique. Van car wrapping. En het ziet er nu heel clean uit. Ja, aan de achterkant zit nog wel Jeep op. Ja, dat vind ik wel baas. Maar voor is echt slim dat hij eraf zo. Nu is veel. Die nummerbord moet ook gewoon. Ja, als ik kenteken niet op auto's hoefde, waren auto's zoveel vetter geweest. En jullie zullen mij af en toe horen zeggen Jeep en af en toe Jeep. En nu vind ik Jeep wat leuker klinken. Dus waarschijnlijk ga ik het tegenwoordig gewoon altijd Jeep zeggen. Maar het is toch Jeep? Ja, volgens mij is het Jeep. Een slokje koffie? Ja, volgens mij is het gewoon Jeep, maar ik vind Jeep vind ik wel leuk. Dit is mijn Jeep. Mooi Jeep hoor. Maar we moeten snel vandoor gaan, we gaan sporten. Ja jongen, je hebt toch een Jeep onder de poep betrekken. Ja. Wij zijn er weer klaar voor hoor. Alles goed? Ja, heel goed. Nice. Aangenaam, Erik. Maar de vraag is Bas er ook klaar voor? Tuurlijk. Mijn buik wel. Nou, ga maar zitten bro. Ja, ga maar zitten. Ga maar duwen dan. Oh, daar gaat hij. Oh, shit. Oh, kijk hem hoor. Yes, nog een keer. Hoppa. Yes. Woehoe. Doei. Yes, wissel. Oh, nee. Ga jij nu zitten? Hij weegt bijna 100 kilo. Kom maar. Oh, dit is die. Duwen, kom maar. Hoog tempo. Lekker hoor. Lekker hoor. Nog een keer. Kom op. Dit is wel een hele interessante oefening mensen. Ik heb deze nog nooit gedaan, maar hij is super lekker voor je borst. Prima. Dit is een roeioefening mensen. Dus we gaan Erik even aanmoedigen, oké. Okay. Roei! Kom op! Roei! Kom op Erik, kom op! Roei! Jij blijft uit de buurt als ik deze doe. Sporten moet wel echt leuk zijn. Lol maken, lekker bewegen, goede vibes. Let's go Bas! Kijk, dat zijn die goede vibes mensen. Zet hem op jongen. Hoppakee, trek die slee naar je toe. Hoppakee. Lekker Bas. Oh shit. Oh, lekker Bas! Knol Power! Let's go! 80 kilo weeg ik ongeveer. Hoppa! Laatste keer! Woo! En nu nog die slee weer terugduwen naar zijn plek. Kom op, jij kan het Bas! Kom op jongen, kom op! Duwen dat ding, duwen! Woo! En dat is alles geven mensen. Oké. Ik ben trots op je. Thanks. Lekker. Nee, ik geef een beetje. Oh, gek! Kom op! Kom op, twee keer nog! Let's go! Twee keer, één keer! Kom op, yeah! Lekker boy! Lekker man, nu duwen gek! Kom op! Let's go! Kom op!
blessure. Kom op, go, 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 let's go. Lekker bro, lekker bro. Bent er bijna, je bent er bijna, kom op. Gaan. Laat het zuren, laat het zuren, kom op. Let's go. Let's go, bijna gek, kom op. Drie. Kom op, nog een paar meter, kom op. Twee. Kom op. Eén. Kom op. Yes. Oh shit, gek. Laat ze even mijn kloon. We moeten even lekker Mackie bakken. Nu hebben we lekker gesport. En is het tijd om het allemaal weer erbij te eten. Ik heb hier echt een super groot bakket. Met lekkere omelet en ham. En jeetje, wat heb jij dan trouwens? Pindasaus met kip. Nou, die pindasaus eten niet hoor. Kip, het meest veelzijdige stukje vlees. Kip. Wat een sukkel. Hij is echt dom. Ik weet niet wat voor beest dit is, maar dit zijn gewoon nepbloemen. Je kan hier geen nectar halen. Hoe? Nectar, toch? Nectar? Nectar heet dat volgens mij. Of stuifmeel. Gewoon. Of wat halen ze? Poeder. Cocaïne. Poeder. Gewoon cocaïne uit die bloemen. Nee, ik weet niet wat die beesten halen uit die bloemen, maar dit is een nepbloem. Holy shit, gek. Ja, ik wist het. Ik wist het. Mag ik 6 McNuggets? 6 McNuggets met barbecue saus. Met barbecue saus. En een kleine cappuccino. Hallo. Ja, super. Is er suiker bij? Nee hoor, dankjewel. Mag je wel 2 koekjes bij? Ja, ga ik voor je halen. Ja hoor. Ja, super, dankjewel. Mag die weer dan geven? Ja, doeg. Oh, nice. Oh, 4 koekjes. Oh. En wij zeiden vanochtend nog bij de sportschool, hè? Of jij zei dat. En dan vanavond Mackie pakken. En ja, wat hebben we gedaan? Dit is wel een goede Mackie. Ja, wat heb je dan? Ik heb chicken nuggets. Hij heeft 6 kip nuggets. Ja, het enige wat ik heb is koffie. Nu ik het woord koekje heb gehoord, moet ik denken aan een nummer. Echt een heel chill nummer. Een Cookie Monster? Nee. Ja, dit is ook iets wat je kan doen op je auto. Holy shit. Holy shit. Wat een auto. Ja, die valt wel op. Zo. Ja, op zich. We zijn hier op zoek naar een soort van combinatie van bed en bank. We denken dat we er meteen één hebben gevonden. Ja. Het is even belangrijk voor Bas, want Bas is een van mijn vrienden die over de vloer komen en die dan blijven logeren. Dus op zich, ja, mij maakt het niet uit hoe het ligt, want ik lig gewoon in mijn eigen bed. Maar het moet voor jou lekker liggen. Ja, hij ligt maar lekker. Weet je wat het systeem is? Een soort bank-bedsysteem. Ja, nice. Kijk, nu is het een bank. Wat een mooie bank. Wauw. Wow. Maar nu gaat het omtoveren naar een bed. Oh, oké, en dan pak je dit en dan zo hop. En dan doe je deze naar beneden. En het is een bed. Oh my god. Wow. Amazing. Maar nu zie ik hier zo een plekje. En hier heb je dus een kussen, dus een soort opbergruimte. Maar ze zeggen dat dit een tweepersoonsbed is, maar dat geloof ik niet helemaal. Ik denk dat dit een driepersoonsbed is. Hey, potlood. Dan moet je hem nu alleen dicht doen. Ja, gooi hem dicht. Ja. Maar eerst deze nog, hè? Oh ja. Wow, yo. En als ik er nu op ga zitten dan? Ik weet niet of het goed gaat. Nee, het gaat niet goed. Nee, laten we maar niet doen. Stop voor je hoofd, gek. Hey, maar als er iemand komt logeren die klein is, zoals mijn broertje. Ja, dan kan hij er onder liggen. Ik denk niet dat hij dat wil, hoor. Dit is wel een goed systeem, hè? Dit is ideaal, maar hier kan je wel lekker spulletjes kwijt. Ja, ja, wat wil je erin kwijt? Nou, dit. Of als je vriendin langskomt. Nee, die wil ik naast me hebben liggen dan. Oh, dat is lief. Nee, maar zoals die kussens en dekbed, dat kan gewoon hierin dan. Kijk, weet je wat het is? Er blijven best wel vaak vrienden bij mij slapen. Dus vandaar dat ik nu gewoon iets nieuws nodig heb. Ik weet niet of jullie je nog kunnen herinneren het laatste bed wat ik had. Het laatste logeerbed. Die is, ja, nou weet je. Overleden. Ik laat het wel gewoon even zien aan jullie. Kijk maar. Klaar voor? Zijn jullie mee? Zijn jullie mee? Nou, dat was dus mijn vorige logeerbed. Deze ziet er iets steviger uit. Dus ja, ik denk dat dit een goede keuze is. Ik denk het ook. Dit is zo lekker. Oh. Dit is kokossmaak. Maar wil jij je hele huis naar kokos hebben steken? Ik neem deze hele pallet. Dit is zo lekker. Dit is kokossmaak. Ze zijn een euro. Brand 25 uur. Nou, dan neem je toch even eentje mee. Ja, toch? Ja,
Hier, vang. Hoppa. Oh, we zijn nog meer tegengekomen. Appel. Appel? Huh? Ook wow, echt, hè? Lekker. Neem er ook twee van mee. Hoe kan dat zo erg naar appel ruiken? Dat is echt heel raar. Het is ook groen. Okay, die zetten we van de Granny Smit. Zetten we in de fik. Oh. Bij de test! Oh. Oh. Ja, wat zie jij er stoer uit? Echt het meest mannelijke karretje heb je. Ja, Bas, bedtest. Dan krijg je hetzelfde als bij mijn logeerbed. Hé, maar dit kan ik ook wel kopen voor mijn logeers. Ja, mag dat? Dit is wel geniaal als ik deze gewoon in mijn huis neerzet. En als er dan iemand langskomt te slapen en zegt... Ja, waar kan ik slapen vanavond? En dan ik zal zeggen, nou hier zo. Stop gewoon, ja. Bro, we gaan deze halen. Nee. Jawel, ik ga deze halen. Nee. Jawel, ik ga deze halen. Jawel, jawel. Nee, dat ga je niet doen. Jawel, hier ga je in slapen als je bij mij langskomt. Jawel, ik wil dit zo graag doen. Weet je hoe grappig? Deze is ook nog veel goedkoper, man, dan die andere. Nee, veel duurder. Nee, deze is veel goedkoper. Ik moet twee rekenen, hè? Oh, je wil twee persoons? Ja. Twee van deze naast elkaar. En dan gewoon zeggen, ik heb een twee persoons bed. Ja, neem dan maar eens een meisje mee naar huis. Zo. Het is wel een mooi roze. Hij is wel mooi. Mooi roze, hey, mooi roze is niet lelijk. Nee. Dat is ook echt gewoon een goed bed hoor, maar... Nee. Ik neem nieuwe glazen mee. Dit is wel voor echte dorst, mensen. Kijk hoe groot dit is. Holy moly. Nou, we zijn dit karretje helemaal zat, want het is helemaal niet handig. Dus we gaan even een grotere kar pakken. Kijk, die grote kar is veel handiger. Hey. Ik moest nog een nieuwe afwasborstel hebben. En ik kon ze maar niet vinden, maar ik heb ze gevonden. Jeetje, Mina. Zoveel afwasborstels. Holy moly. Niet normaal. Ah, oh, shit, hij blijft niet plakken. Hij blijft niet plakken. Ik moet hey. Oh, oh, hij blijft niet plakken, man. Ah, shit. Jammer. Nou, Bas. Pot verdomme. Ze riepen net om, je hoort op het matje geroepen. Kijk eens wat we hier tegenkomen. Oh, dit zijn die bloemen die we vanmiddag zagen. Ah, lol. Waar die insect intrapte. Ja. Dit is zo satisfying, mensen. Moet je opletten. Oh, dit is nice. Dit is goud, hè. Ja, er zit echt goud in, hè? Oh. Dankjewel. Oh. Deze is vet. Ik heb ooit zo'n kleintje gehad. En op een of andere manier ging ze dood. Nou. Zou ik ze gewoon water geven en zo, weet je wel. Maar deze zijn nice. Deze is echt heel vet. Het is helemaal zo'n kronkel zit erin. Als het goed is, zijn we die nodig. Maar dat weten we niet zeker. Dus Bas gaat even kijken. Ik ga proberen. Ik weet niet of dit de bedoeling is, trouwens. Maar ja, hoe kunnen we anders zien of die goed is of niet? Is dat hem? 1,40 bij 2 moet die zijn. 80 keer 2, nee, dat is niet goed. Oké, okay, nou, wel leuk dat je even hebt geklommen. A few moments later. Oh my god, dit is zo dom. We kwamen dus voor zo'n bed. En we hadden serieus de hele winkelkar vol. We hebben alles afgerekend. Waar we het bed vergeten. Hey bro, moet er misschien nog een bed mee? Jongen, jongen. Dus gelukkig konden we nog terug. Dus we gaan nu het bed ophalen. Waarvoor we dus eigenlijk alleen kwamen. We hebben het gevonden. Nice. Bas die vraagt aan mij, past dit in de auto? Ja, nou, kijk hoe groot. Als dit niet past in mijn auto, dan weet ik het ook niet meer hoor. Kijk hoe groot, zie je. Kijk hoe breed. Ja, maar dit is niet één bed. Wat een teamwork, hé. Doen we weer netjes hoor. We zijn wel lekker bezig, hè? Lekker. Eerst de sportschool en dan de rest van de dag. Ja, ik wil net zeggen, wel even je eigen film, hè? Anders denkt iedereen dat ik alleen maar aan het drukken. Nee. Ik heb hier lekker een hotdog, kipballetjes. Er staat op dat ik 2 keer moet drukken. Nice. Nou, daar kunnen we echt wel een bed in kwijt, hoor. Zo, kijk hem liggen dan. Nou, wat denk je? Past het? 1 hour later. Hoppakee. Alles is gelukt. We hebben alles al in huis staan. Nou, slaapt lekker. Dan ga ik in jouw bed. Die is geef. Mooi mijn eigen bed. Kom eens naar mijn eigen bed. Ik denk dat het sokje is. Ik denk het hoor, ik weet het niet zeker. Nee. Ze lag hier vanmiddag wel. Ze is footsie. Ja, ze is footsie. Waar kan ze dan nog meer liggen? Wat zijn echt haar verstopplekketjes dan? Meestal zit sok
helemaal daar in het hoekje, of nou meestal, soms. Dat is een van haar plekjes, maar daar zit ze nu niet zo te zien. Dus ik weet niet, ja soms ben ik er kwijt en dan in één keer komt ze weer. Maar hey, weet je wat wij even gaan doen? Lekker eten bestellen. Hey, Sokje. Hallo. Sokje, je baasje is echt super slecht bezig. Ik zou het eten laten zien aan de kijkers, maar ik durf het gewoon niet. Dus ik laat alleen dit zien en dan weten jullie al genoeg. Oh, wil jij een slokje? Dat is echt erg, Sok. Ik heb vandaag voor niks gesport, zo voelt het een beetje. Maar goed, was wel lekker. Eventjes, voor een keer. Zie je, Sok wil zelfs niet meer met me praten. Dames en heren, heel erg bedankt voor het kijken naar deze vlog. Hopelijk hebben jullie genoten. Vergeet niet een blauw duimpje omhoog te doen. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal hier beneden. En morgen komt er echt iets heel erg vets online. Een nieuwe vlog. Altijd vet natuurlijk. Maar wat ik ga doen is echt ontzettend tof. Dus ik hoop dat je erbij bent. Ik zie je dan. Heel erg tof dat jullie hebben gekeken tot het einde. Tot morgen om 4 uur. En dan zeg ik, zoals altijd, dikke, vette, peace. Knol power!